Pepper, stop eens joh. Pepper, stoppen. Nou ja, dit is een beetje een aparte binnenkomer van die vlog. Stop eens. Stuit eraan. Ze heeft me pas geleden gebeten. Zoals jullie weten. Maar welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben Jennifer Dekkers. Pepper, laat het. Leuke binnenkomer. Dankjewel, Pepper. Zo, ze begon ineens met vechten. Ze laat Blaze ook niet met rust. Hey. Joe. Hey. Ik doe niks, hè. Waar het om te bijten. Ik bijt jou. Ik doe niks. Kom maar. Kom je even de kooi uit. Hier, kom je even de kooi uit. Joep. Nou, er is al een tijdje iets gaande bij mij op mijn werk. En dat houdt dus in eigenlijk dat wij van zaal 1 naar zaal 2 moesten. Heel irritant gedoe, maar op een gegeven moment, ja, we moesten er toch heen. Was wel van, ruim van tevoren gezegd. Jij blijft hier, Pepper. Zo. Maar het was van tevoren gezegd tegen ons, zo gezegd, zo gedaan, waar het niet dat ik voor gemeten kan settelen in zaal 2. Het is heel erg chaotisch en rumoriger dan in zaal 1. Nou was er weer iets van, jongens, we gaan met de webcams hier niet verder in zaal 2, want dit en dat is er aan de hand, dat gaat er gebeuren, en dan zit je echt van, shit, oké, en nu? Maar ik merk gewoon aan mezelf, ik kan niet makkelijk aarden of zo in zaal 2. Gewoon, maar ja, ik probeer mijn best te doen en ik maak er maar wat moois van. Maar nou blijkt dus dat de helft van die groep waar ik zat dus al naar zaal 1 is gebonjourd. Dus ja, we weten ook niet zo goed wat ze willen daar, hè, meis? Stuit de Pepper. Dus het is heel ingewikkeld gedoe geworden. Ja, voor mij doen wel. Blijf even zitten, joh. Ik ben dus nu ook op dit moment gesloopt, maar heel veel collega's weten van mij dat ik best wel terug wilde naar zaal 2, of zaal 1 bedoel ik. En misschien gaat dat ook wel gebeuren binnenkort, ik hoop het. Maar ik ben best wel even blah, brak ervan. Helemaal gesloopt. Nee? Ja, dat weet jij wel, hè? Ja. Zo. Nou, dat is gezegd, mijn ambulante begeleiding komt zo. Mijn ambulante begeleiding komt zo. Weer voor boodschappen doen, doe ik via Picnic. De zware dingetjes en zo. Dat weet jij wel, hè? Ja, dat weet je sinds kort. Maar ja, al 2 maanden of zo sinds hier is. September, oktober. November, ja, het is november nu dus. Auw, je doet me pijn met die nagels van je. Je hebt scherpe nagels, meisje. Maar zoals je ook kan merken, ik ben gesloopt, dus ik kan niet echt veel meer doen. Maar ik ga wel mijn best doen voor die begeleiding. Kijken of hij of zij wel een beeld wilt, wel of niet. Ik heb geen idee. Zo, kom. Jij gaat weer terug de kooi, maar gedraag je wel, hè? Je gaat wel dolgraag terug die kooi, dames en heren. Ga maar. Maar gedraag je wel, hè, Pepper? Je bent een terrorrat. Die naam heb je van mij gekregen, terror. Ja, terrorretje. Ga je springen? Toch niet? Zo, even iets terugzetten in de koelkast. Zo, oké. Oké, wat ik eventjes kwijt wil. Gisteren niks meer gedaan. Ik was zodanig gesloopt dat echt niks meer lukte. Het ging gewoon totaal niet meer. Daar baal ik ontzettend van. En het is nu 12:30 en ik loop nog in mijn pyjama. Maar ik heb gisteren echt 1,5 uur geslapen gewoon omdat ik te moe was. En ik kan je dan even zeggen, revalideren is echt knudden. Af en toe. Ik erger me aan het feit dat ik niet meer zoveel kan als vroeger. Wat er in mijn hoofd omgaat en zo. Ik heb nu op dit moment ook hoofdpijn, hele zware. Ik doe het rustig aan. Maar ik erger me gewoon aan het feit dat ik echt zoveel dingen niet meer aan kan zoals voorheen en zo. En wat ik allemaal deed en zo. En dat gaat gewoon niet meer. En daar baal ik ontzettend van. En ik kan boos worden wat ik wil, maar daar bereik ik toch geen ene fluit mee. Maar het is gewoon echt even shit. En dat wilde ik even kwijt. Maar wat ik wel eventjes wil gaan doen, om ook voor jullie dus, lijkt me ook heel erg leuk om te doen, is even iets te knutselen straks als ik gedoucht heb. Ik ga eerst mijn haren wassen. Het voelde een beetje vettig voor mij doen. En ja, dat zien we wel. En ja, ik sta ingeschreven bij een paar datingsapp fruits en Tinder. Maar
Ik vind beide niks. En degene die ik spreek daar zo zijn maar uit op één ding. Nou, dan mag jij weten wat. Ik heb echt iets van, mij niet gezien, laat me met rust. En dan zie je ook door Snapchat, waarvan jongens ook denken dat je daar een vriendin kan scoren. Ah, oké. En dan praten ze over dingen dat ik iets heb van, dude, kun je ook over iets anders praten? En dan laat ik gewoon niks meer van ze horen en dan verwijderen ze mij maar weer. Dat interesseert me echt niet. Maar ik zit dan af en toe echt van, gast, is dat het enige wat voor jou erom draait of zo? Zo wanhopig kom je dan bij mij over. Ik noem mensen dan gewoon wanhopig. Voor mij hoeft dat niet. Nee. Er bestaat meer in het leven dan alleen maar die shit. Dus ja. Ik heb er echt helemaal geen behoefte aan. Niet met onbekenden. Ik heb dan liever echt een partner waar ik liever leed mee deel zoals ik met Vince had. Zo dus. En dan pas sta ik dat toe. Maar ja. Het is gewoon even shit allemaal. Sommige mensen echt wanhopig, wanhopig, wanhopig. Zo noem ik je dan. Ik noem je wanhopig, jij jongens. Echt, als je alleen maar naar dat op zoek bent, ben je bij mijn verkeerde adres. Haha. Maar goed, ik ga eerst even lekker douchen. Verwarming moet even aan. Het voelt nu al een beetje warmer worden. En ik ga even noedels eten, want brood is op. Dat wordt vanmiddag gebracht door Picnic. Dus daar wacht ik ook op. Dus daar eventjes op wachten. Ja, ja. En ik ga pasta carbonara maken. Dat doe ik wel even live op TikTok vandaag. Dus kijk daar dan een keertje op. Pasta carbonara. Maar moet dat ook met... Nou, ik denk als ik champignons heb besteld. Bij Picnic. Dan kan dat er ook wel bij. Denk ik. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Anders haal ik het wel eventjes. Dus... Hey, dat gaat weer leuk worden. Ik ben benieuwd. Oh, holy shit. Niet vallen. Oké. Okay. Goedemiddag. Gisteren niet meer gevlogd. Helemaal vergeten eigenlijk. Ik was niet echt mezelf. Nu gaat het wat beter. Het is echt heel erg chaos geweest op mijn werk. En nu gaat het wat beter. Ik heb geprobeerd om Blaze hierin te leggen. Want Blaze gaat heel slecht zoals jullie zien. Normaal rent ze alle kanten op en nu totaal niet. Dus ze gaat heel erg achteruit. Ze is ziek. Ik weet niet wat ze heeft. Dus ik hou haar maar gewoon zoveel mogelijk bij me. Als ik haar wil optillen, dan begint ze te piepen. En wil niet alleen zijn, zeg maar. Hé, Bleesje. Nee, dat wil je niet, hè? Nee. Nou, wat ik dus eventjes ga proberen is iets met dit hier zo. Glasverven. Nou, heb ik dat nog nooit gedaan, maar het lijkt me wel heel erg leuk. Dus ik ga het gewoon een beetje op mijn manier proberen. Ik heb geen idee hoe het moet. Of ik het hierin moet doen of zo, weet je wel. Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Dus ik ga gewoon wat proberen. Good luck for me. Dit heb ik er nu mee gedaan. Het ziet er niet uit, hè. Zeg maar eerlijk, het ziet er niet uit. Volgende keer maak ik wel een kerstboom. Het ziet er gewoon niet meer uit. Niet te geloven wat ik allemaal heb gedaan. Shoot, ik moet maar een kerstboom gaan maken volgende keer. Oh, dat ziet er niet meer uit. Het was het proberen waard, jongens. Maar ik denk dat jullie ook wel mij heel erg het uit te lachen nu. Oké, okay, ik zit een beetje in over Blaze. Maar goed. Elk dingetje doet je pijn, hè, meid? Ja. Ja. Dat hoeft niet, meisje, dat hoeft niet. Maak me wel een beetje zorgen om jou. Oh. Zo hard aai ik niet.
Kijk, nee, je hoeft niet te likken, kijk heus. Helaas voor Blaze. Even hierin, zo. Op dit moment ga ik Sims 3 spelen, in plaats van Sims 4. Sims 4 speel ik ook wel. Maar bij Sims 3 moet ik eigenlijk nog wat dingetjes veranderen. Vince en ik zijn dus niet meer samen en dat moet ik dus eventjes verwijderen. Heel handig. That's my story today. Oh, ik ben rood, joh. Ik zie nu pas dat ik heel rood ben. Het is binnen 21 graden, ik heb de verwarming aan. Nee, ik wist niet dat ik zo rood zou zijn, maar ja. Ik heb het eventjes gezellig gemaakt hier in de woning door kaarsjes aan te zetten. Yay! Kaartjes! En ja, bij Sims 3 wil ik dus wat dingetjes veranderen, zoals ik net zei. Vince gaat eruit. Dus dan moet ik ook dat hele familiedingetje weer veranderen. En dan ga ik mezelf maken. Ik doe mezelf altijd slank in Sims 3, don't ask me why. Misschien een stille droom om ooit weer gewoon normaal eruit te zien. Dat ik maatje van 50 naar 40 ga of zo. Of 42. Dat zou ik wel heel erg tevreden mee kunnen zijn. Yay! En voor de rest, lekker chill, rustig aan doen, toch? Ik heb samen met Bloemen, mijn ambulante begeleiding, de badkamer even schoongemaakt. En toen zijn mijn been tot ziens. Dus dat is balen nog. En ik heb barstende koppijn. Ik heb spanningshoofdpijn weer. Dat begint hier zo in mijn nek. En dat doet best wel zeer. Dus als ik zo duw, dan voel ik het niet zo heel erg meer. Maar dan voel ik het wel wat rustiger worden, zo. Chill. Maar slapen werkt bij mij niet. Of liggen of zo, dan wordt het erger of zo. Dus ik heb al 2 aspirintjes ingenomen en kijken of dat werkt. Hey, hij doet het. Joehoe. Doet, doet. Kijk, dan zal ik even laten zien wat ik bedoel met een huishouden verhuizen. Nou kijk, dit zijn Vince en ik zo. En dat gaat dus weg. Verwijderen. Ja. Had ik nog iets van Vince en mij hier? Waarom is hij eigenlijk opnieuw begonnen? Dat snap ik niet zo heel goed, maar oké. Okay. Ik ga een huishouden creëren. Joehoe! Nou, ik laat straks weer de rest zien, dames en heren. Zo, ik heb gisteren niet meer gevlogd. Helemaal vergeten. Ik had een relaxed dagje. Het regende weer. En ik ga nu naar Sassaheim toe. Als ik het goed heb, als het Sassaheim is. Ik hou mezelf vast door aan de leuning. Met Ko gaan naar Sassaheim. Naar een kennis van mijn moeder van vroeger. Ze kenden mij al vanaf mijn geboorte. En ik hun mijn hele leven. Logisch. Zo. Ik hoop dat ik alles bij me heb. Waarom doe ik mijn sleutels daarin? Normaal doe ik mijn sleutels in mijn jaszak. Maar oké. Eventjes wachten tot Ko hier is. Want ik ga niet naar buiten, denk ik. Of wel? Nou, het kan wel. Het regent niet. Nou, ik ga misschien daar vloggen. Ik heb geen idee. Maar ik kan ook laten zien dat ik daar een keertje op mijn snuffert ben gegaan. Ben ik gevallen. Ik laat mijn hele knie open. Misschien tot strakjes. Hey, maar het is donker in de hemel zo. Yo, hallo. Hallo Ko. Hi Jennifer. En wij gaan naar Sassaheim. Ik heb het zo nog weer op. Ja, waarom eigenlijk? De zon schijnt niet. Ik hoop dat die zon ziet dat ik de zonnebril op heb en dat die moet komen. Ah. Ik een beetje de zon afdwingen, weet je wel. Van je moet er zijn. Oké. Okay. Of wil je dat niet? Ja, nou ja, prima toch? Ja, heb je ingesmeerd? Right. Heb je ingesmeerd? Nee. Zonnebril? Nee. Nee? Nou, nee. Ja, dat vond ik nee. Niet echt, hè? Nee. Dan ben je zeker heel erg onzeker. Nee. Nee, want ja, kun je alleen maar nee zeggen? Ja. Hé? Nee, zo, wat gebeurt hier allemaal? Dat weet ik ook niet. Nee. Nou. Er zijn mensen die aan mij gevraagd hebben, ja, daarvoor heb je geen rijbewijs. Ik ben ervoor geweest, zeg maar. Of ik heb rijlessen gehad, maar ik weet niet of het dan hoort dat je dan 3 verschillende rijinstructeurs krijgt. Weet jij dat? Nou ja, het is prettiger om altijd dezelfde te hebben. Dus, ja, de eerste die ik had, die ging een eigen rijschool beginnen. Okay. Hij zei dat ik met hem mee kon gaan, maar op een of andere manier bleef ik. Ik weet ook niet waarom. Waar moest je met hem mee dan? Nou, het kon, zei hij. Oké. Waar ging je naartoe dan? Eigen rijschool beginnen. Ja, maar jij ging met hem mee. Waar naartoe? De bioscoop. Oh, zucht. Jij bent met een serieus verhaal bezig. Ja. Ga eens even wennen. Ja. Gemeen, gemeen. Dat ben ik ook niet voor jou gewend, serieus. Nou ja, het zal wel. Auw. Ik begin al te slaan.
Dat mag niet, hè? Oh, heb je dat gefilmd? Ja, staat okay. Op beeld. Hier, kijk. Okay. Dan haal ik mijn advocaat erbij. Welk advocaat? Ja, gewoon. Oude mensen drinken altijd advocaat. Hoe oud ben je dan? Heel oud en verstandig. Want ik ga dus niet slaan, hè? Je gaat niet slaan? Nee, joh, dan krijg ik jouw advocaat. Nou ja, en dan de tweede rijschool, of voor de rijinstructeur, was de zoon van de rijschoolhouder. En daarna kreeg ik plotseling weer een andere, dus ik had iets van, hè? Dus ja, toen ben ik uiteindelijk vanwege stress gestopt, want ik ging zelfs mijn oren en hoofd uit tot bloedens toe openkrabben. Ik stond een taxi. Ja. Nou, die gaat stilstaan en die doet geen knipperlichten uit, die gaat alleen maar staan. Wat is die aan het doen? Ja, die heeft zijn rijbewijs nog niet gehaald, denk ik. Hij gaat alleen in midden op de weg stilstaan? Ja. Wat de hel, wat is die aan het doen, joh? Zonder ook met een knippertje, hè? Ja, dat is ook wel heel apart. Hier, komt een beeld, hè? Joh. Kijk, taxi, doe even nadenken met je harses. Kun je hoofd, dat? Hoofd. Ja, dat maakt niet uit. Kijk, nou doet hij het wel. Oh, hij moest hier eraf in plaats van waar we net waren. Ja, hij snapt er helemaal niks meer van. Stoute taxi. Daar staat hij dus op de... Rijd toch even die fietsen, zeg, man. Arme fietsers. Ja, ik denk dat ze je aan kan. Tuurlijk kun je ze aan. Ja. Kost je knipperlicht, maar niet. Maar dan ben je er wel. Jij bent erg. Dan heb je wel de weg voor mij vrijgemaakt. Dan ging het toch ook. Nou, welkom bij Amstel, toch? Dit is de Ring Amstel, toch? Of zoiets, weet ik veel. De Ring, dit is vlakbij het Amstelstation. Klopt. Ja, weet ik veel. We zouden de Gooise weg op. Ja, we moeten wel rekening houden dat protestanten ergens bij de ring zijn van Amsterdam. De protestante mensen of zo. Protestanten? Ja, er zijn mensen aan het protesteren ergens bij de ring van Amsterdam. Ja, lekker. Dat deden ze in Den Haag ook en toen werden ze helemaal koud. Toen zijn ze toch maar naar huis gegaan. Ja, hè? Wat is het nou voor protestant? Ja, dat was gisteren. Waar is dat protesteren? We zijn protesteren. Ik heb het zo koud. Nou, dan gaan we toch lekker naar huis. En dat deden ze. Nou, en dan regent het weer. Ik doe mijn zonnebril af, want dit is een hopeloze zaak. Er is geen begin aan. Nee, hè? Zo. Veel beter. Nou, het scheelt niet veel, want hij is wel vet. Dan maak je hem bij Tineke schoon. Wat moet ik met Tineke schoonmaken? Ik ga je bril! Ik ga schoonmaken met Tineke, maar ik kom op de koffie. Met zeep schoonmaken. Ja? Ik zeg niet ja. Oh. Want als ik dan daar kom en zeg, ja, ga jij eens even gaan schoonmaken. En dan denkt Tineke, oh jee, hier is het wel. We gaan dan Tineke vragen of ze een beeld wil. Waarom? Dat is leuk. Nee, dat is helemaal niet leuk. Je moet een keertje ophouden met een film. Nee, ik ben vloggen. Iedereen heeft recht op privacy. Je meent het. We gaan het gewoon vragen. Huh? We gaan het gewoon vragen. Nee, je hoeft niet te vragen. We hebben het niet meer gezien. Je hoeft er niet gelijk in discrediet te brengen. Dat doe ik niet. Dat beslist zij wel, hè? Zij is ook een stukje ouder dan jij. Gefeliciteerd, ze kennen me al vanaf mijn geboorte. Oh jee. Hier ergens, Ko? Dat was bij deze plek zo. Hier ergens was ik toen gevallen. Toen ik klein was, hè? Ben je klein geweest? Nee, het lijkt me zo. Maar dan moet hier ergens bij deze plek zo geweest zijn. Hier ergens. Hoe vind je die? Dat ik dat nog weet. Alleen achteraf is gefilmd door mama. Okay. Want papa was bezig met mijn knie te verzorgen. Okay. Ja. Nou, we gaan op pad naar Amsterdam. Ja, en dan? Daarna ga ik naar Heerhugowaard. Ja, en dan? Ga ik bijkomen omdat ik heel veel heb zitten praten. En heel veel zitten hoesten. Ja, daarom. Dus ik was van de week ziek. Uh-oh. Ik denk ik moet wat minder lullen. Dan gaat het goed verschil, maar ik heb in zomer zitten praten. Ik heb zoveel verhalen, er zit gewoon gestopt op. Maar dat is niet goed voor veel, dus ik ga vanavond gewoon lekker even lekker helemaal niks doen. Ja, je zegt het zelf, hè, dat je zoveel zat te lullen. Huh? Je zegt het zelf dat je heel veel zat te praten. Ja, nou, dat is ja, ik heb gewoon veel te vertellen. Nou, welkom in Sassheim. Dat gebouw is echt heel langwerpig zo, vind ik. Ja, leuk, hè? Zo gaaf. Ik zal het ook even jullie laten zien. Heel langwerpig zo. Nou, wel mooi. We gaan lekker op stap. Ja. Hoe kom jij ons buiten filmen? Nee. Kus en rest, hè? Zo. Jenny. Nou, hier nog even een paar druppels weghalen. Nee.
Is dat je nieuwe t-shirt? Nee hoor, dat is een oude overhemd. Zo, zoals jullie zien ben ik weer thuis. En heel gezellig gehad bij Tineke thuis. Ik heb niet gevlogd, ik heb eigenlijk niet eens gevraagd. Eigenlijk. Op een of andere manier lukt het me dan weer niet. Maar je hebt wel even de straat gezien waar ik vroeger dan vaak gespeeld heb toen ik daar klein was. Maar ik moet even zeggen, met Blaze gaat het ineens heel erg goed. Het enige wat ze doet is piepen als je bij haar in de buurt komt of haar wil oppakken. Maar ze eet en drinkt weer. Wil het alleen nog een beetje met rust gelaten worden en loopt weer door de kooi. Zoals nu dus, want ze wil nu eventjes kijken. Gedag zeggen, kijk. Dit is een heel ander beeld dan een paar dagen terug. Super weird met jou, Blaze. Echt waar. Ja, het is echt een super weird verhaal dit. Wat heb jij? Weet je wel? Ja, het is gewoon verwarrend. Dan de ene keer voelt ze zich heel top. Auw, en jij beet. Stoute rat. Dat was Pepper die me beet trouwens. Jij bijt wel vaker de laatste tijd, want je hebt me vandaag ook weer open gebeten. Hé, hey, Blaze. Ja, jij vindt mij wel lief, hè? Ja. Wou je bij mij zitten vandaag? Dat kan toch? Dat is een camera. Kom maar als je wil. Kom maar. Goed zo, meisje. Niet meer zo wankel als eerst, hè? Nou, hoe is dit dan? Ze komt uit zichzelf naar me toe. Dat doet ze wel vaker. Meestal springt ze. Nu is ze een beetje voorzichtig. Maar dit is wel prima zo. Ik ben blij dat ze dit al wil doen. Hé, hey, Macy? Ja, je bent lief, hè? Ik doe wel voorzichtig met haar. Ik moet ook een beetje uitkijken voor Pepper, want ze heeft me wederom gebeten toen ik alleen maar het voerbakje wilde vullen. Beetje is raar. Maar morgen moet ik weer werken, dus ja, ik ga de vlog toch echt eventjes afsluiten. Ik ga aan jullie vragen om weer op mijn kanaal te gaan abonneren. Sorry voor de saaie week. En ja, tot een volgende week vlog maar weer. Hé, Blaze? Ja, tot de volgende week vlog maar weer, hè? Ga je mee afsluiten? Doen we wel saampies, hè? Hallo, doen we saampies afsluiten? Dank je. Nou, dat is Blaze. Dankjewel, liefie. Nou, tot de volgende week vlog. En rollators! Nou, een blauw duimpje achter. Ik weet het niet eens meer. Rollators!